Welmoed Zeitsma, de presentatrice van Op 1, straalt weer van geluk in de liefde. Zo deelt ze prachtige foto's van haar safari in Afrika, waarbij we af en toe een foto zien van een lange man met donker haar. In een reeks foto's die ze onlangs op haar Instagram deelt, zien we zelfs dat ze zijn hand vasthoudt. Het lijkt erop dat Welmoed niet langer single is, zoals ze drie jaar was na haar breuk met jeugdliefde Erik Egberts. De naam van haar nieuwe liefde? Bob. Dit is inderdaad mijn vriend, bevestigt de presentatrice tegenover RTL Boulevard. Erik Egberts en Welmoet Seisma gingen drie jaar geleden uit elkaar, slechts enkele maanden voor hun geplande bruiloft. Destijds gingen er geruchten dat Welmoed een affaire had met niemand minder dan haar collega Sander en ik. Yvonne Koldewijer bracht dit nieuws naar buiten, bewerend dat de twee elkaar niet konden weerstaan na op een opnames de affaire zou zich hebben afgespeeld voor augustus 2020, toen Welmoed nog samen was met Erik Egberts. En ze zou niet alleen hebben aangepakt met Sander, maar ook met zanger Jan Smit. We weten inmiddels wel dat Jan wel vaker vreemd gaat, maar zo gaat dat in Volendam. Zo is ook Nick Schilder vreemd gegaan en Jan Dalles was ook niet trouw aan Caroline Mol. Maar nu lijkt ze haar geluk te hebben gevonden in de armen van Bob, nadat ze de breuk met Erik verwerkte en het vrijgezellenleven gevierd heeft. De op één presentatrice, die zichzelf omschrijft als een echte romanticus, vertelde eerder dat ze bezig was met een vergelijkend ware onderzoek om te ontdekken wie bij haar past. Na een paar ongemakkelijke dates via een dating-app lijkt ze nu haar geluk te hebben gevonden.